vuilniszakmode. Wat heb je nodig? Nou, in ieder geval een vuilniszak, een schaar en jezelf. Wat gaan we doen? In de herfst en de winter heb je heel vaak van die dagen dat het ineens begint te regenen. Zoals nu ook een beetje. En je bent bij je vriendinnetje of je bent op school en je moet nog naar huis. Maar je hebt geen regenjas en geen paraplu bij je. Dan kun je dus heel goed van een vuilniszak je eigen regenponcho maken. Wat je doet is, je maakt een gat in de bovenkant van de vuilniszak voor je hoofd. Die kun je dan zo aandoen. Vervolgens maak je gaten in de zijkant waar je armen doorheen kunnen op deze manier. Zo. En dan is hij eigenlijk al klaar, maar het is natuurlijk wel leuk om hem dan een beetje te pimpen. Glitters, verf, maakt hem niet uit. Stickers kun je er ook nog overheen gooien. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat hij waterdicht is. En het regent nu al een klein beetje, maar ik vind toch dat je het nog niet helemaal goed kan testen. Oké, dus dat ga ik nu doen. Bij deze gieter. Testen of die waterdicht is. Komt-ie?